Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Vandaag ga ik je laten zien hoe ik deze nail art heb gemaakt. Ik heb deze keer gekozen voor lekkere felgroene kleuren. Hier zit een beetje van alles in. Dit is een wat lichtere groene kleur en dit is die mooie felle kleur. Die felgroene kleur, dat is Who You Gonna Call. En dat is dus echt zo'n mooie neongroene kleur. Echt heel erg leuk. Toen ik deze zag, dacht ik, daar wil ik de volgende keer een nail art mee maken. En ik heb ook een pastelgroene kleur gebruikt. Dat is uit de pastelcollectie. En dat is Meant to Be. Ook wel een hele leuke naam. En dat is dus een beetje zo'n zachtere groene kleur. Je kan ze heel leuk met elkaar combineren. Hier zie je dus die felle en die lichte naast elkaar. Maar in deze marble nail art heb ik gewoon al die kleurtjes gebruikt. Je ziet dus dat ik weer een soort van marble nail art heb gemaakt. Maar dat heb ik deze keer gedaan met de nieuwe stempelplaat van Joors en Sascha Gosse. En dat is een hele leuke stempelplaat waar dus een marble patroontje op zit. En dat ga ik in deze video laten zien. Ik ga één voorbeeld doen met de marble nail art met de stempels. En op die groene nagel ga ik hele mooie glitters laten zien. Dus ik ga twee voorbeeldjes maken. Ik zal beginnen met die groene kleur. Ik heb hier al één laagje aangebracht van die felgroene kleur. En ik ga daar nu een tweede laagje overheen doen. En dat is echt super mooi dekkend. Het is echt een heel leuk kleurtje. En ik had eerst die pastelkleur gedaan. Daar had ik een hele mooie glitter overheen gedaan. Dat ga ik je zo laten zien. En toen twijfelde ik eigenlijk of ik hem ook over die neonkleur zou doen. Uiteindelijk dacht ik, nou, ik probeer het gewoon uit. Als het niks is, maak ik hem gewoon opnieuw. Maar dat was eigenlijk nog veel mooier. Dus ik ga je nu laten zien welke glitter dat is. En dan gaat deze even in de lamp. Want hier op de voorbeeldjes zie je over deze groene kleur een hele mooie glitter. En ook over deze, over die mintgroene kleur. En hier zit een andere glitter overheen. Die ik op die twee heb gebruikt, dat is mint. En dat is een iridescent glitter van Le Scente. Dat geeft echt zo'n mooie, een beetje groen-gouden gloed. Echt super mooi. En op die andere nagel hier heb ik een soort van overloopje gedaan. En dat heb ik met deze groene kleur gedaan. En dat is olive green en dat is een holographic glitter. Maar ik ga nu dus die mintkleur aanbrengen. Die mintglitter over die neonkleur. En dat geeft echt zo'n mooie glans. Je ziet het denk ik al meteen. Het is een beetje een doorschijnende glitter. Dus je blijft echt wel de ondergrondkleur zien. Maar ja, de glans is echt geweldig. Ik had dat niet verwacht. Toen ik dit uitprobeerde dacht ik echt, wow, dit is echt wel een van de mooiste combi's. Echt een lekker knalkleurtje met heel veel mooie glitters. Ik hoop dat je het een beetje kan zien zo. Dat schittert zo hard. Ik weet niet of die goed in beeld is zo hoor. Ja, dit is echt ontzettend mooi. Dus dit vond ik wel een hele geslaagde combi. Over die mintkleur, over die lichte kleur is die ook heel erg mooi. Dus dat kan ook prima. Hier ga ik nu de topcoat overheen doen. En dan is deze nagel in principe klaar. Ik zal eens kijken of ik dat goed kan laten zien. Ik breng nu trouwens eerst de Smooth It aan van Le Scente. Dat is een extra laagje die je dus heel mooi over glitters kunt aanbrengen. En dan komen ook die glitters niet in je topcoat. Dus deze gebruik ik eigenlijk als een extra laagje over de glitters heen. Ja, dat geeft echt zo'n mooi effect. Ik ben hier echt helemaal verliefd op. Yes, deze mag in de lamp. En dan ga ik zo meteen verder met de nail art. En dan ga ik nu dus verder met die marble nail art. Jullie zullen het misschien ondertussen wel een klein beetje saai beginnen te vinden. Maar jullie weten al wel dat ik gek ben op marbles. En dit is weer een andere manier om een marble te maken. Een hele simpele. En je kan het dus leuk met die stempels doen, met die nieuwe stempelplaat. Ik breng nu een beetje van de witte gel polish aan, een beetje van de mint gel polish. Een klein beetje van die neon. En zo ga ik gewoon een hele simpele marble nail art maken. En ik breng ook nog een heel klein beetje van de zwarte kleur aan van Le Scente. Die meng ik dan een beetje, zodat je wat meer grijs krijgt. Zo. Ik gebruik het G1 penseel om de marble mee te maken. Ik meng een klein beetje van dat zwart hier door die mintkleur. Dan krijg je een beetje een minty grijzige kleur. Vind ik wel mooi voor die marble. Verder gebruik ik die witte kleur en die neon nog. Het hoeft eigenlijk maar een hele simpele ondergrond te zijn. Dus kijk even wat je zelf mooi vindt. Ik heb de afgelopen weken of maanden wel meer marble nail arts gemaakt. Dus kijk even op mijn YouTube kanaal. Dan zie je nog veel meer verschillende marbles. Maar een marble is eigenlijk super eenvoudig om te maken. Je hoeft alleen maar wat kleurtjes door elkaar te mengen.
Je brengt het nu willekeurig aan op de nagels. En zo meteen kun je eventueel nog met wat alcohol de kleuren mooi vervagen. Dat je echt een mooie marble krijgt. Dus kijk even wat je mooi vindt. Voeg er eventueel nog wat wit aan toe. Is ook wel mooi. En dit wordt eigenlijk gewoon de ondergrond. Want hier gaan we dus nog overheen stempelen. Er komen nog wat glitters over, wat folies. Dus het komt eigenlijk niet zo heel erg nauw hoe je dit doet. Ik doe mijn penseel een klein beetje in de alcohol. En daarmee kan ik nu de kleurtjes mooi vervagen. Dus maak een beetje een mooie marble. En doordat je dus wit op de ondergrond hebt zitten, spreken de kleuren ook mooi. Kun je ze goed zien. Overheerst dat groen eigenlijk best wel. Het is wat licht en wat groen. Bij deze had ik volgens mij iets meer grijs gebruikt. Maar het kan ook liggen aan de stempel, hoor. Want die stempel doe ik zo meteen met een grijze stempellak. Dus je kan er eventueel nog een klein beetje wat donkerder doorheen doen als je het te licht vindt. Maar ik vind het juist ook wel leuk om dat felgroen een beetje terug te laten komen. Omdat ik dat natuurlijk ook met die glitters heb gebruikt. Nou, als je dan tevreden bent, kun je dit uitharden in de lamp. Eigenlijk een hele simpele marble. Gewoon wat verschillende kleuren door elkaar mengen. En dan heb je al een hele mooie ondergrond. Dus dit harden we uit in de lamp. En nu dep ik hier ook nog een heel klein beetje van die olive green glitters op. Ik vind dat wel hele mooie holo glitters. En ook weer net even voor wat extra accentjes op de ondergrond. Ik vind dat wel leuk eruit zien. Zo, die dep ik gewoon willekeurig een beetje op de nagel. En hier breng ik nu ook weer die smooth it overheen. Een extra laagje, dan zitten de glitters goed ingesield. En dan is het oppervlakte mooi glad. En dan kunnen we daar zo meteen overheen gaan stempelen met die marble stempel. Dus deze mag nu uitharden in de lamp. Ik verwijder nu de plaklaag met alcohol. En we gaan nu de fijn marble stempelplaat gebruiken met dat mooie marble patroontje. En ik ga deze gebruiken. Ik ga stempelen met deze grijze stempellak van Yours. En dat is Grey Day. Een hele mooie grijs. Ik vind dat grijs altijd leuk om marbles mee te stempelen. En ik ga nu deze stempel gebruiken. Deze is ook van Yours. In de vorige video zagen jullie dat ik die Halo stemper heb gebruikt. Die deed het bij mij perfect. In het verleden heb ik daar wel eens wat moeite mee gehad. En ik kreeg van jullie ook berichtjes dat hij het niet altijd goed doet. Het ligt echt aan de manier van oppakken. Maar mocht je daar dus toch problemen mee hebben of je vindt het niet fijn om daarmee te werken, dan kun je ook deze gebruiken. En dit is ook een hele mooie. Dit was een van mijn allereerste stempers, maar dan de oude variant met dat gouden houdertje. En ja, die doen het gewoon echt perfect. Dit is de nieuwe. En die, dit bovenste is echt super plakkerig. Dus die pakt de stempels echt heel mooi op. Ik breng nu dus de grijze stempellak aan hier op de plaat. Ik ga er met de schraper overheen. Ik pak hem op met de stemper. En je ziet dat hij er mooi op zit. En nu duw ik hem op de nagel. Er zit hier nog een klein stukje. Dus misschien kan ik hem zelfs in één keer nog erop doen. Dat ik hem niet extra hoef bij te pakken. Ja, hij is prima. Kijk, je eigen nagels zijn natuurlijk een heel stuk kleiner. Dus dan heb je meer dan genoeg met één stempeltje. Maar dit is natuurlijk een extreem lange nagel. Maar nu zit dus die mooie marble nail art erop. Ik vind dit echt een hele mooie marble. Ziet er heel realistisch uit. Mooi die fijne lijntjes en wat grotere stukjes. Nu ga ik hier een topcoat overheen doen. En ik pak nu even de matte topcoat. Ik breng nu een laagje van de matte topcoat aan. Dan is de stempel helemaal mooi ingeseald. En dan kunnen we hier zo meteen de foliegel overheen aanbrengen. En die folies opdeppen. Dus deze mag nu even in de lamp. Ik breng wat van die foliegel aan hier op mijn paletje. Dus daar kan ik hier mooi van afwerken. En dan kan ik die fijne lijntjes maken met die foliegel. Die foliegel breng ik aan met het D2 penseel van Lacente. Er zit een heel fijn puntje op. Dus daar kan ik mooie dunne lijntjes maken. Er zit geen plaklaag op de matte topcoat. Ik heb hem wel voor de zekerheid even afgedaan met wat alcohol. Want je wilt zo meteen alleen maar dat dat lijntje plakt. Dat daar dan de folie op blijft zitten. Dus de rest moet helemaal plakvrij zijn. En nu breng je gewoon wat van die fijne lijntjes aan, willekeurig op de nagel. Dus kijk eventjes waar je wat lijntjes wilt hebben. Of er bepaalde stukjes zijn die je wilt accentueren of wilt camoufleren. Je kan bijvoorbeeld mooi zo'n lijntje volgen of er net schuin een beetje overheen gaan. Ik vind het ook altijd wel mooi om hier een beetje in dat puntje door te lopen. Dat dat goud hier mooi in dat puntje loopt. En hierboven in dat hoekje vind ik ook wel leuk om wat extra goud te doen. Dus je brengt gewoon wat van die foliegel aan. Willekeurig op de nagel.
Zo. En als je dan tevreden bent, dan hard je dit uit in de lamp. En dan gaan we zo meteen de folies aanbrengen. Dit is de gouden folie van Lecente. Dit is Bright Gold. En hier ga ik nu een klein stukje van afknippen. Zodat we dat zo meteen op die foliegel kunnen deppen. Echt maar een heel klein stukje nodig. Dus ik knip er een klein stukje van af. Zo. En dan deppen we nu die folie op die foliegel. En dan zie je dat het een heel mooi blinkend effect geeft. Deze folie is echt heel erg mooi. Heel goud, heel blinkend. Ik vind het wel mooi passen bij dat groen. Ik vind dit ook wel leuk, die matte ondergrond en dan dat glimmende goud. Dus je kan eventueel een matte topcoat eroverheen doen, maar ik doe er een glanzende overheen. En zodra je die topcoat dan aanbrengt, zie je die kleuren mooi glanzen. Zie je die glittertjes op de ondergrond ook weer mooi. En dat goud gaat dan nog meer blinken. Ik vind het echt een hele leuke combi, dat groen met dat goud. Nou, de topcoat mag weer even in de lamp. En dan laat ik je zo meteen het eindresultaat zien. En hier zie je de twee nageltjes die ik net gemaakt heb. Ik vind ze ook echt wel heel leuk bij elkaar passen met dat felle groen en die glitters. En die marble nail art, dus je kan het makkelijk met elkaar mixen en matchen. Je zou bijvoorbeeld een set kunnen maken met twee nagels met marble nail art en de rest gewoon glitters. Of alleen die effen groene kleur. Ik ben heel benieuwd wat jullie van deze nail art vinden. Alle producten die ik in deze video heb gebruikt zijn verkrijgbaar via LS Cosmetics. Dat is www.nagelbenodigdheden.nl. Een link van deze webshop zal ik onder de video zetten. Ik hoop dat je het leuk vond om deze video te zien en dat je er wat aan gehad hebt. Als je het leuk vond, doe dan vooral weer je duimpje omhoog. Dat waardeer ik enorm. En ik hoop je natuurlijk heel snel weer te zien in de volgende video.